Dames en heren, DVS-TV-kijkers, ook jongens en meisjes natuurlijk, hartelijk welkom vanmiddag. En u zult denken, hey, een nieuwe trainer van DVS 33? Nee hoor, dat is mijn mede-commentator André. Maar ik dacht, ja, jullie kennen André nog helemaal niet. Wel zijn stem, zijn enthousiaste stem natuurlijk. En ja, hij wil zich ook graag even voorstellen. En hoe kom je zo aan DVS? Nou, mijn naam is André Kleermaker. Ik ben voor het derde seizoen bij DVS TV in dienst, mag ik het zo wel zeggen. Ik ben daar gekomen met de cameraman Lex, die altijd prachtige beelden schiet. En dit jaar van assistent naar commentator omhoog gegaan, zeg maar. En mag ik u met het praatje voorzien van de beelden, zeg maar. Ja, oké. En op het moment dat jij bezig bent met de DVS-TV-beelden, verveel ik me ook niet, want dan ben ik met Radio Nunspeet en Radio Veluwe FM bezig. Vandaar dat dit natuurlijk een prachtige oplossing is. En ik vind dat je tot nog toe hartstikke goed doet, André. Nou, dankjewel, Piet. Oké. De uitzending, die wordt ietsje anders. We beginnen natuurlijk met de bekende leader. Vervolgens de voorbeschouwing met de trainer van DVS 33, Roeland ten Berge. Daarna de samenvatting. Vervolgens interview met de spelers. En tot slot, en dat hoort nu bij deze samenvatting, de analyse van de beide trainers. Dus die gaat niet meer apart. Als je nou denkt van, hey, daar staat daar 25 minuten, moet ik daar 25 minuten naar kijken? U weet natuurlijk, net zo goed als ik, dat u kunt scrollen. Wil u die interviews missen of niet missen, of wat dan ook? Maakt niet uit, maar ik zou ze niet willen missen. Welkom op deze mooie zaterdag. En we hopen natuurlijk, Roeland, dat het een hele mooie zaterdag zal worden. Wanneer is het voor jou een mooie zaterdag? Goed voetbal en 3 punten. Goed voetbal en 3 punten. Hè? En dat probeerde je verleden week natuurlijk ook. Goed voetbal. Je hebt een bepaald systeem in je hoofd. Je hebt een bepaalde visie. Maar de uitvoering klopte niet helemaal. Ene kant wel. Aan de andere kant, we roepen eigenlijk ook al vanaf dag 1... De manier waarop we willen spelen neemt ook wel eens wat risico met zich mee. En het moet ook op elkaar ingespeeld raken. En dan kun je ook wel eens fouten maken. En over het algemeen vind ik dat we dat weinig hebben gedaan. De hele voorbereiding door. En helemaal weinig cruciale fouten waar direct goals uitkwamen. En nu gebeurt dat eigenlijk gewoon 3 keer in 1 wedstrijd. En dat was nog niet eens door heel goed druk zetten van de tegenstander. Ook dat speelde wel mee. Maar uiteindelijk gaat het er wel om van speel je hem strak genoeg in. Maak je de juiste keuze. Neem je de bal goed genoeg aan. En daar ging het even mis. Maar goed, aan de andere kant, we houden daar een vergrootglas op. Ik denk dat we de tweede helft ook hebben laten zien dat we kansen kunnen creëren. En dat we die ook nog niet hebben benut. Dus, maar ik denk dat je in die individuele gevallen met die spelers er wel over hebt gesproken. Wat ze dan in zo'n geval moeten doen. Of die bal het stadion uit rammen of een hoge bal voorin. En dan via de terugveroveren reactievoetbal toch daar voorin met Yassin Kurt. Die is daar nogal goed in. Zo lekker balletjes afpakken. Ja, kijk, een lange bal is echt niet verboden hoor, bij ons. Dat denken sommigen nog wel eens. Want dat hebben we juist voor die tijd vorige week ook gezegd. Doordat hun heel hoge druk zetten, dan kun je ook wel eens kiezen voor om lang te spelen. Want dan verleg je de druk ook. Ja. En dan gaat een tegenstander ook kijken van gaan we wel doorsluiten of moeten we af en toe eens wat terug. En dan krijg je ook ruimte tussen de linies. Dus, maar goed, die keuze die hebben we eigenlijk niet goed uitgevoerd vorige week. En goed, dat moeten we vandaag gewoon weer beter doen. Ja, ik zie toch weer een verandering in de opstelling. Ik zie 5 verdedigend ingestelde spelers. Moet ik dat dan vergelijken met, ben je even in de leer gegaan bij Louis? In England, the dead or the gladiols? Dat zou mooi zijn, ja. Nee, het is eigenlijk meer dat we gekeken hebben van wat zijn we vandaag nodig. Hoe speelt tegenstander, waar kunnen we onze winst pakken. En we zitten ook een beetje naar voren toe. Daar willen we ook eigenlijk wat meer druk creëren. Dus niet alleen met storen, maar ook door gevaarlijker te worden rondom de 16. Meer scoringskansen krijgen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om nou een beetje vanuit een blok achterin en daar eigenlijk omheen gewoon heel veel beweging te creëren. En daar wensen we je heel veel succes mee, Roeland. Oké, hartstikke goed.
Alle spelers van DVS 33 en van Katwijk, voetbalvereniging Katwijk, staan klaar. En scheidsrechter Koekoek die blaast voor het beginsignaal. En Katwijk heeft balbezit middels Marciano Aalders. Joran van Santen tikt hem terug op Camara. Kijkt echt inderdaad heel vroeg druk zetten. Het is super duidelijk dat ze weten waar DVS eventueel... En een penalty. Ja, dat weet je gelijk. Paul Epping was net even iets te laat. Hele, ja, mag je het zeggen, toch wel een wat domme actie. DVS ging toch veel te veel van achteruit denken. Plaatste de bal naar achteren. In dit geval dus naar Paul Epping. Maar de spits van Katwijk was er als de duveltje uit een doosje bij. En zo begint DVS 33 toch weer heel slecht. Want ik kan mij niet voorstellen dat de aanvoerder deze pingel gaat missen. Paul Epping staat klaar. Hij schiet en in de uiterste benedenhoek. 0-1 voorsprong voor Katwijk. Basil Camara moet toch weer terug achteruit op Paul Epping. Edmund Meijner. Hairi Pinashi. Paul Epping. Kijkt waar hij die bal kwijt kan. Dat kan bij Yasin Koert. Toch weer moeten allemaal achteruit. Want het staat goed van Katwijk. Heiko Epe. Met een bal tussendoor. Die past ook niet. En daar schiet de commandeur op 2-0. De nummer 12. Wat gebeurt hier allemaal? Jeffrey Jongenelen. In de vijfde minuut komt Katwijk op een 2-0 voorsprong. Hij combineert daar. De bal komt in de 16, buiten de 16. Kai Velder kan wegkoppen. Maurice de Ruiter in duel daar. Kan hij balbezit houden? Nee, dan gaat Katwijk er weer vandoor. Past deze bal? Ja, deze bal past. En dan komt het 3-0. De nummer 29, Marciano Mengerink, zet Katwijk binnen de 10 minuten spelen nog op een 3-0 voorsprong. Dit gaat volledig mis bij DVS achterin. En Katwijk komt op een 3-0 voorsprong. Michi van Dam gooit die bal in de richting van die Mengerink weer. Stefan Mengerink. Mengerink kan de bal aannemen in de 16. Houdt balbezit daar. Gaat zijn man voorbij. En nee toch. Een 4-0 die valt. Dit is een ongelooflijk slecht begin van DVS. Nummer 12 Jeffrey Jongenelen. Het is prijsschieten vandaag hier op de goal van DVS. 10e minuut voetballen. 4-0 voor Katwijk. In de 11e minuut 0-4 met een toevoegde mate Jongenelen. En dat betekent een herstel voor de derde doelpunt. 0-3 was niet van Jongenelen, maar van Mengerink. 0-4 dus van Jongenelen. Ingooi Royal de Vries, Mike Arends. Kai Velder daar in de wel. Nee, Edmund Meijner daar. Op Maurice de Ruiter kan hij de bal aannemen. De bal springt iets te ver van hem af, maar hij controleert hem keurig. Heiko Epe combineert daar met Mike Arends. Bal richting Yasin Koert, maar er zit een verdediger tussen. Toch kan deze aanval door. Mike Arends. Daar een mooie bal op Maurice de Ruiter. Oh, en daar pakt de keeper Atam Koroglu de bal goed voor Maurice weg. Het was hem wel een kans voor DVS. Na 25 minuten spelen. Mooi uitgespeelde aanval van DVS 33. En Mike Arends staat al klaar om de corner te nemen. Kennelijk zijn de rollen een beetje omgedraaid wat betreft het nemen van de vrije trappen en de corners. Want de vorige keer was dat Kai Velda die dat deed. Nu is dat Mike Arends.
Kai die kreeg de ballen maar niet omhoog. De eerste de thuiswedstrijd 2 weken geleden tegen Lisse. Nou, wie weet wat deze corner gaat brengen. Die is ook niet hoog genoeg. Mike die neemt het feilloos over wat dat betreft van Kai Velda. Maar Mike Arends nog steeds in balbezit. Maar het hoeft niet meer verder, want de bal is over de zijlijn toch geweest. En Katwijk mag gaan ingooien. Mike Arends kan de bal oppakken. Maurice de Ruiter kan daar 1-op-1 komen met de keeper. En die schiet de 1-4 binnen. Maurice de Ruiter in de 35e minuut doet de DVS wat terug. In de persoon van Maurice de Ruiter op aangeven van Mike Arends. 1-4. En dat is ook echt iets wat je kan oefenen tijdens trainingen. En dat zullen ze ongetwijfeld veel doen. Veel lopende mensen, vertelde John Kamphuis. Ja, inderdaad ook. Heel veel lopende mensen. En dan wordt de verdediging. Fantastische actie van Marciano Mengerink. Maar ook een ongelofelijke mooie redding van Paul Epping. Die behoedt daar DVS 33 voor een 1-5 achterstand. Hele mooie actie. Ook mooi om naar te kijken. Ja, behalve dan die stand is het toch best een wedstrijd die het aanzien volkomen waard is. Als je die eerste 10 minuten van DVS 33 dan maar een beetje vergeet, komt die bal weer daar bij de tweede paal. Maar die wordt naast gekopt. In dit geval door Michiel van Dam. De man met het knotje. Maar Koekoek blijft zichzelf. In mijn ogen was deze rijp voor een gele kaart. Anders was Kai Velda toch wel redelijk door. Sommige mensen van het publiek die schreeuwen, beginnen een beetje dom te schreeuwen dat alles naar voren moet. Maar ik heb dan zo mijn bedenkingen tegen het verstand van die mensen die alleen maar denken naar voren, naar voren. Zo zit het voetbal niet in elkaar. Maar deze eerste helft heeft DVS 33 wel behoorlijk veel. Na deze eerste helft behoorlijk veel om over na te denken. En zal ongetwijfeld Roland ter Berge het een en ander zeggen tegen zijn team. Tussenstand hier in de rust. 1-4. Zagrijnige spelers in de richting van de kleedkamer. Maar wie weet wat ons die tweede helft nog gaat brengen. Beide ploegen staan weer klaar. Scheidsrechter de heer Koekoek die het tot nog toe prima doet. Fluit voor het beginsignaal van de tweede helft. Joran van Zandt paast hem op Mike Arends. Gaan we zo'nzelfde spelbeeld zien als in de eerste helft. Waarbij Katwijk weer heel hoog druk zet. Omar Handy. Zit Basil Camara goed voor zijn man. DVS kan overnemen. Yassin Koert. De bal is wel wat kort. Kan Katwijk die bal overnemen? Nummer 12, Jeffrey Jongenelen. Komt de bal bij Marciano Mengerink. Die schiet op de goal. En een goede redding van Paul Epping. Kan hem in tweede instantie klem vastpakken. Edmund Meijneer. Mike Arends kan deze bal oppakken. Tweede bal. Maurice de Ruiter. Yassin Koert. Heiko Epen. De bal... Is niet zuiver genoeg dat Katwijk weer kan overnemen. Marciano Mendering op de bal, keurige sliding. Dat is niet opgelet. Dan gaat die aanvoerder, voordeel gegeven door de scheidsrechter. Marciano Mendering. En nu geeft de scheidsrechter een vrije trap en een gele kaart voor Basil Camara. Ten opzichte van Marciano Mendering. Vrije trap op een gevaarlijke plek. Marciano Aalders heeft de bal klaargelegd. Gaat die vrije trap nemen. Schiet hem daar in de muur. De bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor Katwijk. Half uur gespeeld in de tweede helft. Uitrap van keeper Atam Karoglu. Duel daar onder bal. Jeffrey Jongenelen met Basil Camara. Ingooi voor Katwijk.
Omar Hamdi de ingooi nemen. Dat is een overtreding gemaakt. De scheidsrechter geeft een penalty. Joran van Zanten gaat een overtreding in het strafschopgebied. Op de nummer 20, als ik het goed zag, Stefan Stam. Herstel. Het was Marciano Mengerink die onderuit geschoffeld werd door Joran van Zanten. Penalty. Robert Suzan. En die schiet hem in de hoek. Katwijk komt op een 5-1 voorsprong in de 32e minuut. Doelpuntenmaker Robert Suzan. Goeie actie daar van die Mengerink weer. Gaat het strafschopgebied binnen. Robert Suzan kan gaan schieten. En daar valt de 1-6. Marciano Mengerink mag de 1-6 maken voor Katwijk. In de 33e minuut. Michiel van Dam. Ja, zo gaan we naar het eind van deze wedstrijd. En daar is het eindsignaal van scheidsrechter Koekoek. Teleurstellende uitslag voor DVS 33. Deze uitslag DVS 33 Katwijk 1-6. Bedankt voor het kijken naar deze wedstrijd. Die werd u aangeboden door DVS TV. Ook bij zo'n duidelijk verlies, zoals vanmiddag 6-1 tegen Katwijk, toch twee spelers bereid gevonden om een interview te geven. Maurice, in eerste instantie gefeliciteerd met je eerste doelpunt in de topklasse. Dankjewel. Heb je een beetje genoten van deze wedstrijd? Nee, totaal niet. Binnen 10 minuten sta je 4-0 achter. Ja, dan loop je gewoon achter de feiten aan. Achterin worden fouten gemaakt in de opbouw. Maar ja, zelf mis ik ook kans op 2-0, dus dat reken ik mezelf ook aan. Maar, dat was vlak voor de rust, hè, dat je nog de 2-4 had kunnen aantekenen. En Joran, jij maakt natuurlijk deel uit van de verdediging. Je hebt verleden week zaterdag een zwarte zaterdag meegemaakt. Afschuwelijke fouten die je nooit meer wil maken. En nu ging het weer in de organisatie wat verkeerd. Ja, natuurlijk dat ongelukkige begin van Paul Epping. Maar daarna, los zand? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het op dit moment niet zoveel zin heeft om naar mensen te wijzen. Of wat dan ook. Kijk, je doet het als een team. Dat is een beetje een cliché, maar ja, daar komt het wel op neer. En binnen 10 minuten stond het 4-0 volgens mij. Dus het zag er niet uit. Waar gaat het dan mis? Constant het willen opbouwen of de verkeerde momenten kiezen? Ja, zou kunnen. Het is een beetje naïef als je... het is naïef als je zo blijft doorvoetballen en goal na goal tegenkrijgt. Moet je na 5 minuten zeggen, volgens mij stond 2-0 of zo. Dan moet je gewoon zeggen, jongens, we gaan aansluiten aan de middenlijn. We gaan eerst duels winnen en dan groeien we in die wedstrijd. Maar goed, dat is allemaal achteraf en het is makkelijk praten. Ja. Het is ook vreselijk lastig om inderdaad achter de feiten aan te lopen. Maar ja, heel zo nu dan waren er toch fases waarvan ik dacht, hey, misschien toch nog hoopvol in de richting van die 2-4, misschien 3-4. Ja, er waren wel wat positieve momenten natuurlijk. Alleen ja, je bent nooit echt in die wedstrijd. Je hebt jezelf nooit echt in die wedstrijd gespeeld. Maar ja, wat Joran zegt, je hoeft niet te wijzen. De jongens weten het zelf wel. Ik bedoel, van de week zullen we wel weer grapjes erover maken. Maar eerst moeten we maar even goed erover praten. Dat doen we elke maandag trouwens. Maar we moeten verder. We kunnen hier ook niet te lang bij de stil blijven staan. Dus volgende week Kozakken Boys en dan gaan we voor een stunt. Oké, hartstikke mooi. Volgende week gaan we voor een stunt, Joran. We gaan toch positief natuurlijk door. Want ja, dit kun je meemaken in de topklasse. Maar de ene wedstrijd verschilt natuurlijk ten opzichte van de andere.
Ja, je moet er zo dat we hier sterk uitkomen. En, nou, je moet inderdaad niet te lang blijven hangen. Vorige week een beetje hetzelfde verhaal. Goed, ja, om een keer komt steeds dichterbij. Ja, precies. Denk aan Spakenburg terug en Rijnsburgse boys en dat soort glorieuze momenten. En dan moet het weer gaan lukken, Joran. Ja, kijk, vandaag zie je ook gewoon momenten bij tijd en wijde rond de helft van hun helft, zeg maar. Dat je ook tot combinatievoetbal komt. Alleen dan sta je al met 4-0 achter. Ja, dan dat is precies hetzelfde als vorige week. En ja, volgende week moeten we zorgen dat we dan minimaal gelijk staan en diets voorstaan. Het is als neutrale toeschouwer ook wel genieten hoor, om zo'n ploeg als Katwijk te zien spelen. Er zit wel heel veel energie in die ploeg, Maurice. Ja, maar ja, trainer gaf voor de wedstrijd aan, ze gaan 3-4-3 spelen. Ze gaan druk zetten, net voordat we het veld op gaan. Omdat ze kwamen hier met een verrassing. En ja, wij hebben dat gewoon niet kunnen tackelen, dat ligt aan ons. Natuurlijk zijn het goede spelers, maar ja. Als je ze zo makkelijk krijgt. En dat is gewoon, ook al zijn het persoonlijke fouten, is dat gewoon falen als team. Want je moet elkaar ook helpen. Dus, Okay. Daar heb je weer een week de tijd voor. En dan volgende week Kozakken Boys. Heel veel succes daarmee, verder ook in de topklasse. En er komen nog wel meer doelpunten bij, Maurice, denk ik hoor. Ja, Okay. Joran, succes verder, jongen. Ja, Okay. Wat een mooie zaterdag had kunnen zijn, werd het voor DVS 33 niet, maar voor Katwijk natuurlijk enorm. Hey, natuurlijk, ik denk dat vanaf het begin alles ook mee zat. De manier waarop wij wilden druk zetten, hoe we dat deden, hoe we dat uitvoerden. Met name de twee voorin, deden dat heel erg goed. Uiteindelijk dat je het eigenlijk zo afstraf in doelpunten. Denk 1-op-1 met de kansen die we kregen. Ja, dat is eigenlijk dat gebeurt niet vaak. Dus dat zat waarschijnlijk wel mee. U snapt natuurlijk dat ik nu aan het spreken ben met de trainer van Katwijk. Daar had ik mee moeten beginnen natuurlijk. Dick Schreuder, wel bekend in deze omgeving natuurlijk. Barneveld enzovoort. Maar ja, jullie hebben het er natuurlijk over gehad met elkaar. Je hebt de beelden van Barendrecht, DVS 33 gezien. En DVS kon inderdaad verwachten dat jullie heel hoog druk zouden zetten die eerste 10 minuten. En dat deden jullie inderdaad voortreffelijk. Nou goed, ik weet niet of je dat zou kunnen verwachten omdat we vorige week natuurlijk ingezakt hebben gespeeld. Uiteindelijk weet iedereen wel, denk ik, op wat voor manier wij spelen. En ja, goed, ik denk, het is niet alleen de wedstrijd van vorige week. Ik heb ook de wedstrijd teruggezien tegen Spakenburg, waarin DVS gewoon echt domineerde. Erg sterk was tussen de linies. En dat hebben we ook gezien in andere wedstrijden, beelden die we hadden. En ook tegen Barendrecht. Kijk, natuurlijk in de opbouw maakte DVS fouten. Maar hun kracht is dat ze dat blijven doen. Ja, en je kan allemaal zeggen van ja, we moeten dat niet meer doen. Maar ik denk juist dat de kracht van dit team, en het wordt vandaag misschien weer afgestraft. En ik kan zeggen, ja, het is naïef. Maar ik denk juist dat het heel erg goed is en dat ze dat blijven doen. En ik denk niet dat elke ploeg dit blijft afstraffen. Oké, okay, nou bedankt voor het compliment. Weer een compliment. Maar ja, de uitvoering was weer dusdanig. We hebben het er in de voorbeschouwing nog even over gehad. Van zo nu en dan moet die bal het stadion uitgerost worden. En met name ja, Paul Epping had dat bij die eerste bal denk ik moeten doen, Roland. Nou, ik denk dat hij daarvoor al niet had teruggekund. Maar ja, kijk, ik heb vooraf ook gezegd van een lange bal, dat moet niet iets verschrikkelijks zijn. Hè? Dus het is niet dat wij ten alle tijde moeten bouwen. En we hebben nou gezegd van, kijk, voor die tijd hebben we gezegd van, iedereen ziet die beelden. Hè? Dus het is tot aan vorige week hebben wij uitstekende wedstrijden gespeeld. En hebben wij iedere keer onder druk goed kunnen uitvoetballen. En daar zijn we steeds beter in geworden. Hè? En zo'n proces probeer je ook aan te gaan. Alleen een proces gaat ook wel eens wat minder. Hè? En het zat, vorige week zat het tegen. Met een ploeg die veel druk naar voren gaf. En vandaag ja, hebben wij de jongens wel gewaarschuwd van denk eraan. Hun zien ook beelden. Het kan anders zijn. Hè? Dus, en dan krijg je ook vanuit de analyse dat er ja, bij hun ook in de rug wat ruimte komt te liggen. En dat daar ook mogelijkheden zijn voor ons. En dan geef je nog extra aan van joh, denk er ook aan. Van, daar valt ook winst te halen. Dus de druk eventjes verleggen. Dus niet iedere keer weer in de situatie komen zoals vorige week. Dat moet ook weer opgebouwd worden. Je moet daar weer vertrouwen uit krijgen als je de bal weer rustig kan rondspelen daar. Om uiteindelijk goed diep te kunnen spelen. En ja, dan maken we eigenlijk gewoon weer dezelfde fout. En dan zie je, dan gaat het in zo'n hoog tempo. Want je weet ook gewoon na een goal is de concentratie gewoon heel slecht. Dan gebeurt hetzelfde als vorige week.
Ja, dan is de groep even in de war en dan gaat het zo snel binnen 9 minuten staan we 4-0 achter. En ja, goed, wij weten ook gewoon, willen we punten halen in topklasse, dan moeten we heel lang in de wedstrijd blijven. Maar ik moet ook zeggen dat Katwijk vandaag, dat ik de beste ploeg heb gezien vandaag in de topklasse. Ja, absoluut. En alle credits voor jullie, want jullie bleven de hele wedstrijd er ontzettend veel energie in steken. Wat ik eigenlijk een beetje bij DVS miste. Maar ja, dat is natuurlijk ook vrij logisch na zo'n begin, hè? Nou ja, goed. Ja, ik weet ook dat wij zaten 2 weken geleden bij Scheveningen met de rust 3-1 voor. En speelden we ook fantastisch. En daarin, de tweede helft, heb ik ook gezien dat mijn ploeg daarin kan veranderen. Ja, en dat hoop je niet te zien, maar het gebeurt toch. En daar ben ik... Fijn weekend, Robert. Daar ben ik heel erg blij mee. En dus dat we dat vandaag niet hebben laten zien. Ja, en ik denk ook dat... Het was niet alleen het druk zetten. Ik denk ook dat we in balbezit... Wij moeten ook wat meer van het voetbal soms hebben. Maar ik denk dat we heel snel op de juiste momenten diep speelden. Achter hun laatste linie waarin het dan 1-1 stond. Omdat hun dan de bal verloren. Ja, goed. Verder, ja. Ik was overigens blij dat ik... of blij, maar misschien hij zal niet zo blij zijn geweest. Christian, denk ik. Maar ik heb met Christian gewerkt. En het is wel een echte teamplayer, zeg maar. Die gewoon constant blijft gaan. En daar was ik aan de ene kant blij omdat hij niet speelde. Omdat het voor mijn verdedigers misschien wat lastiger was geweest. En zeker als wij, omdat ik wist dat wij van tevoren druk gingen zetten. Dan weet ik dat als een diepspeler dat hij een plaaggeest kan zijn in het balverliesverhaal. Nou goed, dus daar was ik dan zeg maar wel weer blij mee. Kun jij daarop reageren, Roland? Nou ja, kijk, wij hebben ook een tactische keuze gemaakt om juist voorop met heel veel beweging te spelen. Dat was ook de insteek. Hè? En, dus om met 2 bewegelijke spitsen te spelen, dat was de insteek ten opzichte van hun. En, maar goed, ja, wat we ook bedenken, dat maakt niet zoveel uit. Nou, als je na 9 minuten 4-0 achter staat, dan is het heel moeilijk om gewoon weer in de wedstrijd te komen en om aan voetballen te komen. Dus dan kun je alles doen, maar dan heeft het gewoon niet zoveel effect meer. Het is wel mooi voor Maurice bijvoorbeeld dat hij nog weer een goal maakt. Dat het in ieder geval voor hem weer een stukje vertrouwen gaat geven. Maar goed, al met al denk ik ook gewoon dat wij ook gewoon niet bij machten waren om echt kansen te creëren. Je ziet gewoon waar we goed in zijn, het combinatiespel. Ja, dat laten we eigenlijk de tweede helft wat meer los. Omdat we dan in één keer denken van nou, we gaan alleen maar lang spelen. Dus dan gaan we eigenlijk wat we goed kunnen, laten we dan weer los. En dan gaat erom dat we de juiste momenten leren te lezen. Dus op het moment dat we lang spelen en hun zak iets terug, ja, dan moet je de volgende moment moet je weer de opbouw kiezen. En dan ga je weer doen waar je goed in bent. En dan weer mensen tussen de linies aanspelen. Maar ja, goed, dat heeft dan wel natuurlijk met vertrouwen te maken. En dat was gewoon even weer weg vandaag. Word je ook wel eens kwaad, Roland? Heb je in de rust bijvoorbeeld de jongens ook nog eens een beetje onderuit de zak gegeven? Of zeg je van ja, dat heeft weinig zin? Nou ja, kijk, het gaat er gewoon om wat je zegt, denk ik. Hè? En wij hebben vooraf heel duidelijk een aantal scenario's geschetst. Van dit kan er gebeuren en dat kan er gebeuren. En dan maken we die en die keuze en die oplossing staat daarvoor. En dat hebben we wel nagelaten. En dan gaat het er wel om. Van, ja, je moet je wel houden aan afspraken met elkaar. Want anders breng je jezelf in de problemen. En dat is vandaag gebeurd. En dat heb je ze ook heel duidelijk verteld. Ja, dat maar daar hoef ik geen theekan door de kleedkamer te gooien. Hoor. Nee, precies. Dat lijkt me ook heel goed. Volgende week, Dick, tegen. Volgende week? Oh, dan ben ik het alweer even kwijt. Ik ben zo met deze wedstrijd bezig. Volgende week. Roland, jullie? Wij Kozakken Boys. Nou, ik denk ook ongeveer zoiets als Katwijk. Hun Excelsior Maassluis. Jullie Excelsior Maassluis. Heel veel succes. Bedankt voor dit interview. En succes de verdere competitie. Roland, jij ook bedankt. Succes, jongen.